Ja, je ziet dat daar een belangrijke verandering is ten opzichte van de klassieke situatie. Enerzijds gaat dat dus over het beoordelen. Dat gebeurt niet zozeer meer door een manager bilateraal met een medewerker. Maar je ziet dat eigenlijk doordat ze intensief in teams samenwerken, dat dat gebeurt door die teams zelf, dus door je collega's. Na iedere sprint van 2 weken hebben ze normaal gesproken een retrospectief waarin ze elkaar feedback geven. En dat vormt de basis eigenlijk voor de hele beoordeling. Nou, als je kijkt naar het stuk van beloning, dan zie je dat er een verschuiving is van individuele beloning naar eigenlijk op teamniveau. Om te stimuleren dat die multidisciplinaire teams echt intensief met elkaar samenwerken en gaan voor een gezamenlijk resultaat.